Bardo gaat op avontuur, op naar een motel. Met een chickie, vrijgezel. Oh ja, 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 wel. It's locked. We need to track down the keys. Okay. Help Larry. Dat snap ik. Stap 1 en 2. Oké, waar kunnen we klikken? Waar de fuck? Dit is zo naar in een spel als je echt zo van. That's what I figured. Ja, dat had ik. Hoe komen we door? Ja, oké, maar er zit een sleutel misschien bovenop. Kunnen we daar in de doos? In een doos, in een doos. First aid kit. Sleutels. Luckily, there's nothing I need in here. Het bed. My parents came in here hoping to survive. Ja. Looks like one of them was hurt. I wonder if it was my dad. Trying to be a hero, maybe. A protector, at least. Waar kan je in godsnaam? Wat zie ik over het hoofd? How you doing? Okay. Kan ze niet helpen? How's your thing? It's okay. Thanks for fixing it. Waar is mijn telefoon? We gaan googlen. Wij gaan googlen als ik mijn telefoon heb gevonden. Ik ben mijn telefoon kwijt. Zit in mijn jas? Volgens mij zit mijn telefoon in mijn jas, jongens. Ik heb gewoon heel even geen vinger. Of geen. Ik las het vinger. Okay. En dan zeg je vinger. Maar. Oké. Google. Oh, ja, hoe ga ik dit in godsnaam uitleggen? Where are the keys in the pharmacy? Sorry, het spijt me heel erg, maar. Oh. What the fuck? Ik kan ze echt zo ongelooflijk. Ik word hier nu zo. Wat de hel? Pak dat ding wat er staat bij de deur en tik die fucking ruit in. Ga naar binnen, beroof de boel. Sla die zombie op zijn bek en maak die gast dood. I don't give a fuck, maar laat me nou even, jongens. We gaan gewoon googlen. The Walking Dead. The Walking Dead Pharmacy Keys. Pharmacy Keys. Oh, het staat er nog bovenaan in Google. Where are the pharmacy keys? Nou, hier. We komen er wel. We komen er wel. Alsjeblieft. Niet doorvertellen, jongens. Ik wil niet dat dit gesprek opgenomen wordt tussen jou en mij of zo en dat op YouTube belandt. Zou ik echt verschrikkelijk vinden. Dat is het laatste wat iemand zou willen. Oké. En ook geen commentaar, oké? Het is even moeilijk. Go outside with dog. The zombie under the pole is carrying them. I've been looking around. Go outside with dog. The zombie under the pole. Oh my fucking god. We gaan naar buiten. Dog. Sorry. Doek. Is het dog? Doek? Is het doek? Hi, I'm Duke. That's me, Duke Nukem. Duke. Dog. I'm Duke. Duke. Dag. Digga digga dog. Ik weet het niet. Het spijt me, mensen. Die begol? Ja hoor. How we doing? Zie je mezelf? Ik moet naar buiten. Ik weet wie het is! Ik weet wie het is, jongens! Jongens! Willy! Het is koning Willy! Willem-Alexander! We gaan naar buiten met Willy. Kijk! Als je goed kijkt, die blonde haren met zo'n botte Nederlandse kop. Oké, zombie onder de paal. Hey man, what are you doing? We can't even think about going out. Oh, ik weet het niet zeker. For sure. Did you guys try to get in? Kom op. Get weapons. I did, but it was too risky. Ik ben ook bang dat ik dit al gezien heb, maar ik ben het gewoon vergeten waar de sleutels liggen. Zo voel ik echt gewoon. There most of who you see wandering around. Dat zou pittig verneuk zijn als dat waar is. De zombie onder. That place is full of TV's and electronics. Oké, wacht. Ik ben nu buiten. Ik ga gewoon nog een keer even kijken op Google. De zombie onder de paal heeft ze bij zich.
Oh, het is een puzzel. Ah, dat verklaarde een hoop. Ik zie nu mijn telefoon. If you really want to figure it out by yourself, talk to the woman with the radio and go here. Wat? Nu staat er in één keer toch met die radio mevrouw mee moet naar buiten. Ik moet eerst een ander gedeelte van het spel, jongens. Wij gaan naar binnen. Oh. Think you can do anything with this? You know what I could do? What's that? Oh jee, wat heb ik gedaan? It's universal. I could program it to work with those TVs across the street. Let's just hope the power is still on. Oh! You can just do that? I memorized all the codes when I was in A. Fuck yeah, ik heb een telefoon verslagen. Ik wist wel hoe ik dit moet doen. Well fucking done, Doug. All that nonsense might save a life. Who's to say it already hasn't? Holy shit. Nou, ik wist wat ik deed. But not enough. Oh. Godverdomme. Those TVs are on, and I'm sure they're making a lot of noise behind that glass. Nou, jongen, we gaan naar binnen. Let's head back inside. We gaan Glenn redden. Het is duidelijk. Ik dacht dat ik de oplossing had, maar die heb ik ook dus niet. Jammer. Jammer, jammer, jammer. Waar is de chick met... Oh, daar is de chick met de radio. Hallo. What are you listening around with there? A radio. I can't get it to work, though. Here, let me have a... Logica. Flip the radio over. Dit is echt zo'n mannenmanier. There are no batteries in this thing. What now? You know that there are no batteries in that thing. Yeah, of course. No. I can try to find some. Roots too. Thanks. I wouldn't even really know what to look for. Verschrikkelijk. Here. I've been finding some stuff to eat. Thanks. You're welcome. Are you sure your girl doesn't need it? She's good. Wauw, we zijn goed bezig hier met z'n allen. Thanks. Oké, en dan Carly. I found this remote in the office, but I'm pretty sure the batteries won't fit. It needs the big stumpy ones. Yeah, these are no good. Oh, wat jammer, wat jammer. Nou, we gaan Glenn redden. Oh, dat was mijn licht. Was dat mijn licht, jongens? Het einde van mijn licht. Einde van de carrière van mijn licht. Ja, nou jongens, ik heb goed nieuws. Ik heb nog een reserve. Wacht, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dit is even een drama. Daar ben ik weer. Hallo. Wat een geluk in één keer. Allemaal op rij. Oh. Weet je, ik zet hem wel gewoon op mijn gezicht. Wacht, ik moet heel even het licht nu doen. Sorry jongens. Sorry. Wat een verandering in het licht in één keer. Nou, als ik morgen niet blind ben, dan weet ik het ook niet meer. Talk to Lily. How's it doing? I'm not ik sure. Ik moet Glenn redden. It's Lee. Lily. My dad's Larry. Lily. I was just doing what I had to earlier. Everyone was. Oh, Lily is out of Walking Dead. In front of my people. I don't need that shit, alright? It's hard enough to be in charge of people's lives without some dick cutting you down. And that violence before with my dad. That didn't help. What's wrong with him? He's got a heart condition. He takes nitroglycerin tablets pretty regularly. I've seen a few bad attacks that he couldn't get over and needed to go to the hospital. Yeah, that's not really an option right now. I'm just trying to keep him relaxed. I'm gonna get back to him now. Yeah, ik wil naar Glenn. Oh, wat is dit verschrikkelijk, hè, als je verdwaald bent in zo'n spel.
Oh, er ligt een batterij. Oh, pak de batterij, pak de batterij. De batterij is vrij, ja, ik pak de batterij. Oh, die hebben we al gedaan. No, I'm sorry to hear your loved one was eaten by the living dead god. Die man. Wat een humor alweer. This battery should fit the radio. Great, thanks. Gaan we dan naar Glenn? I'm still looking for batteries for that day. Thanks, I appreciate it. Ik wil naar Glenn, jongens. Kunnen we niet naar Glenn? You're a pretty good shot. Well, you don't fuck with a reporter, especially one that's 3 days out from her last cup of coffee. You ready to head out? Ja. You got it. You? Gaan we? Op avontuur. Ja, nu. Yeah. Let's go. Kom op. Bardo gaat op avontuur. Op naar een motel. Met een chickie, vrijgezel. Oh ja, wel. Dit is echt heel slecht. Cool. Community, Abed. Vet. Breaking Bad. Ik zie daar een Breaking Bad fan staan. Be ready to shoot. Ja, knal hem door zijn bakkers. Guys, oh man, I'm glad you're here. Jesus, Glenn. Right then wasn't so hard. Can we get out of here before any of these things notice us? Not yet. Oh. There's a survivor trapped up there. No way, we gotta go, now! Listen, I was out here looking for gas, and then, up there in the corner room, I heard crying coming from inside. Who is it? It's a girl. We talked and she got frightened. I was trying to get in and help her, and she started yelling and saying that is onze Glenn! I tried to convince her I wasn't, and that's when all these guys came out of the forest. A couple almost got me, and I ended up hiding in the ice machine. Lucky you. Now let's go. We can't just leave her. Damn right we can. You guys are suicidal over a girl. I'm saving her, with or without you. Think about if it was go. You. Missy! Mine, let's go see Glenn's damsel in distress. Wat is dit? Vet. Vet. Dit is het level. Nou, vet om te doen zo. Oké, this is the plan. We don't know how hard it's gonna be to get her out of that room. Yeah, it's boarded up. So we have to kill every one of them in here. Quietly. Noise attracts these things. Now let's have a look around. Morgen om 2 uur de nieuwe Walking Dead aflevering. Klik hier in beeld om terug te gaan naar de vorige aflevering. Of klik hier om door te gaan naar de volgende aflevering. Wil je op de hoogte blijven van alle Walking Dead afleveringen van Bardo? Abonneer dan hier beneden om op de hoogte te blijven met Banjo Town. Nogmaals, abonneer! Ja, leuk!